Ja, we zijn weer terug in de uitzending. Ik zat al genoegelijk te praten met mijn tweede gast, Janneke van Bokkel. Ze is moeder van een tienerdochter met autisme, maar ze schrijft ook boeken. En haar eerste boek was IJskastmoeder, titel die je misschien wel kent. Maar het is in ieder geval een succes geweest, dat boek, begrijp ik. En ze komt nu met een tweede boek, hè? En dat heet Uitlegmoeder. Mooie titel. Dankjewel. Hoe kom je daarop? Nou, ik was aan het denken over een titel en waar gaat dat over? En dan moet je vooral heel goed nadenken over wat voor boek heb ik nou eigenlijk geschreven? Dan dacht ik, ja, het gaat aan de ene kant over hoe ik steeds uitleg aan mijn dochter wat er gebeurt in de wereld en hoe je daarmee omgaat. Maar het gaat ook heel erg over hoe ik vertaal en ondertitel voor de buitenwereld het gedrag van mijn kind. Ja. En zo kwam ik op Uitlegmoeder. Ja, en het is een bundeling losse verhalen, hè, begrijp ik? Ja. Het zijn verhalen die je al eerder schreef, ook op een blog. Want je hebt een hele actieve blog, hè, ja, waarop je verhalen publiceert. Ja. Zo is volgens mij ook het eerste boek tot stand gekomen. Ja, zo is het ooit allemaal begonnen. Met een blog onder het pseudoniem IJskastmoeder. Ja. Omdat ik zo aan het zoeken was hoe vertaal ik dan de theorie naar hoe ziet het er dan echt uit? Ja. Ja. Ze zeggen pervasief, maar wat is dat dan? Ja, ja, alles doordringend, maar hoe merk je dat dan? Ja. Of behoefte aan structuur, is dat nou wel waar? En, en waarin merk ik dat dan? En wat ik heb gedaan is, het is niet mijn dagboek, maar dat ik de theorie van autisme en de theorie van psychologie van ouderschap, die probeer ik toegankelijk te maken door daar anekdotes bij te zoeken. Ja. Ja. Nou is ook die eerste titel van je boek, IJskastmoeder, om maar eens even, we hebben het over vooroordelen en we hebben het over beeldvorming vanavond. Dit was natuurlijk een kei van een vooroordeel. Ontzettend. Hè, in de 60. Ja, dat bewust was gekozen ook. Heel bewust gekozen. Daar heb ik aanvankelijk ook veel commentaar op gekregen, waar ik me flink voor moeten verdedigen, maar ik wist heel goed waarom ik het deed. Toen mijn dochter de diagnose kreeg, ze was toen 6,5. Ben ik ontzettend gaan lezen, want autisme kwam voor mij echt uit de lucht vallen. En ik dacht, autisme, dat heeft mijn kind niet, want ze kijkt me toch aan en ze wiegt niet heen en weer. Ik zat ook vol met de klassieke plaatjes van wat autisme zou zijn. En toen las ik op een gegeven moment een artikel over onderzoek in de jaren 60, dat Bruno Bettelheim bij gezinnen thuis ging kijken. Ze waren op zoek naar wat is nou de oorzaak van autisme. En ze hebben heel goed geobserveerd, goed gekeken naar hoe gaat het eraan toe in die gezinnen. Midden jaren 60, klassieke rolverdeling. Moeder was vooral thuis om voor de kinderen te zorgen, vader aan het werk. Dus het waren vooral de moeders waarmee de interactie werd bekeken. En het viel hem op dat moeders zo afstandelijk met hun kinderen omgingen. En het is heel jammer dat hij toen, dat heeft hij goed gezien, maar het is heel jammer dat hij toen daar de conclusie aan verbond dat het de oorzaak was van autisme. Ja. Dat hij zei, omdat die moeders zo kil en afstandelijk zijn, die ijskastmoeders, daardoor ontstaat dat autisme. Maar toen ik dat las, toen was het echt een jackpot aan kwartjes voor mij die viel. Dat ik dacht, oh, dat is waarom ik het doe zoals ik het doe met mijn kind. Want ik had het me heel anders voorgesteld toen ik moeder werd. Het is mijn oudste. Maar als zij in paniek is, dan heeft zij niets aan mij als warm, troostend, helpend mens. Dan moet ik rots in de branding zijn. Dan moet ik rustig blijven. Dat voelt dat tegen natuurlijk. Kun je kil noemen. Maar eigenlijk doen die moeders dus precies wat hun kinderen nodig hebben. Dus die ijskastmoeders, die doen het hartstikke goed. Ja. En toen ik dat las en me dat realiseerde, dacht ik, ik ga het als geuzennaam gebruiken. Mag ik nog even terug naar dat moment waarop je dochter diagnose kreeg, toen ze 6 was? Want wat was de aanleiding om onderzoek te doen? Zeg maar zo. Om op zoek te gaan, ja. Eigenlijk hebben we die stap gezet omdat haar angsten, ze was voor zoveel dingen bang, die werden zo belemmerend in het gewone leven. En wij deden al naar ons gevoel alles wat we konden doen om haar te helpen. En dat voelde als niet genoeg. Mm. En dat we dachten, nou, wat kunnen we nog doen om dit meisje beter te helpen? Ja. En zo zijn we toen. Ja. En heeft het geholpen, die diagnose? Heeft het jou geholpen? Ja, ik was heel erg tegen labelen. En dat wilde ik ook helemaal niet. Maar ik
nu een aantal jaren later, en toen ook nog niet meteen, maar een aantal jaren later dacht ik, het is toch nuttig om te snappen wat het is. Want daarmee krijg je ook toegang tot heel veel kennis. En je krijgt handvatten en enzovoort. Ik heb heel lang gedacht dat ik misschien niet zo geschikt was als moeder. En ik begreep dat het dan niet alleen aan mij lag. En het was ook heel verdrietig. Ja. Het is ook een moment waar je gewoon even... Ja, het is geen gebroken been wat weer overgaat. Nee. En dan moet je wel je plaatjes bijstellen. Ja. En vanaf dat moment is er ook aan de buitenwereld heel veel uit te leggen. Je hebt nu een begrip gekregen, autisme, een diagnose. En dan ga je dat vertellen aan je familie, aan mensen om je heen? Of hoe werkt dat? Nou, daar heb ik een... Ik vind dat niet zo logisch eigenlijk. Om dat dan meteen te zeggen van... mijn kind heeft autisme. En dat dan aan de hele wereld te gaan vertellen. Ik denk dat je dat pas doet als je ergens tegenaan loopt en dat het nuttig is. Dat het zin heeft. Hebben wij eigenlijk het hele woord autisme niet gebruikt. We hebben gewoon uitgelegd wat zij nodig heeft. Duidelijkheid. Ja. Zeggen wat je bedoelt. En op welk moment ben je begonnen met het schrijven van die verhalen? Wat deed jou daartoe besluiten? Omdat ik ging heel veel lezen over autisme. En ik las boeken over autisme. Ik las boeken door mensen met autisme zelf geschreven. Ik las boeken over wat kinderen met autisme nodig hebben. En op een gegeven moment dacht ik, nou snap ik dat autisme. Ik geloof dat ik een idee heb van wat dat betekent en hoe dat werkt. Maar wat vraagt dat dan van mij als ouder? Ja. En dat kreeg ik niet gevonden. Dat was er niet. Het was tweeërlei dat ik dacht, daar zijn vast meer mensen ook nieuwsgierig naar. En het was ook dat ik dacht, ja, al die deskundigen, die hulpverleners, die lezen wel de theorieboeken, maar die hebben geen idee hoe het er achter de voordeur aan toe gaat. Ja. Dus je dacht, dat inzicht ga ik vergroten. Ja, grote liefde van mij is ik heb in een vorig leven heb ik ook veel televisie gemaakt. En documentaires. En dat gaat toch altijd over complexe informatie toegankelijk maken voor een groter publiek. En dat is wat ik hiermee ook wil doen. Ik ga je straks vragen om een klein stukje voor te lezen. Maar ik ben nog even nieuwsgierig naar hoe jouw dochter dat nou oppakt. Want hoe oud is ze nu? Ze is nu 16. 16. En wat vindt zij van jouw verhaaltjes? Ze heeft afgelopen zomer voor het eerst IJskastmoeder gelezen. IJskastmoeder is al in 2009 voor het eerst, geloof ik, verschenen. Toen was ze 10. En toen heb ik wel verteld dat kwam. Maar ik heb ook gezegd, het is een boek voor grote mensen. Dus het is nu nog niet geschikt om te lezen. Later, als je groot bent, wil ze natuurlijk weten wanneer dan. Dus toen zei ik, als je 16 bent, dan mag je dat lezen. En toen was ze van de zomer opeens 16. Toen zei ze, mag ik het boek lezen? Oké. En dat heeft ze gedaan. En wat ik heel erg... Dat was toch opeens wel heel spannend. Natuurlijk heb ik erover nagedacht. Over hoe schrijf je, zodat je kind dat uiteindelijk kan teruglezen. Ja, precies. Maar wat ik heel fijn vond, is dat ze eigenlijk zei... Ja, zo is het. Klaar. Ja. Goed gedaan, mama. En wat leuk dat er een heel boek is over mij. Ja. En ze was ook wel even heel erg verdrietig over dat ze... Ja, ik vind het naar dat het toen ik zo klein was, dat ik het jullie zo moeilijk heb gemaakt. En dat... Maar zaten daar verhalen tussen die voor haar ook echt iets nieuws opleverden? Een ander inzicht? Of... Nee, laat ik het anders vragen. Welk verhaal vond ze het leukste? Wat had ze het meeste mee? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Oh. Want ik had me dat ook helemaal voorgesteld over hoe wij dat dan zouden gaan doen. En dat, ze dat we dat samen zouden lezen. En zo ging het gewoon niet. En zij heeft gewoon in een vloekende zucht heeft ze dat boek gelezen. Zij heeft overgeslagen de delen die niet over haar gingen, maar over haar zusje of over ons of zo. Want, zegt ze, dat gaat niet over mij. En... Ja. En,
En ik heb er wel naar gevraagd, maar nee, ze heeft dan niet een lievelingsverhaal of zo. Het is meer voor haar ook dat het weer wakker maakt van, oh ja, zo ging dat toen. Ja. En het is de herkenning. Het werkt eigenlijk als foto's. Ja, het zijn fragmentjes eigenlijk. Ja. 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 En dat nieuwe boek bevat weer een nieuwe serie verhalen. Ja. Heeft ze er daar al enkele van gelezen of nog niet? Ik heb afgesproken dat als ze klaar is met de middelbare school, dan mag ze het lezen. Het ligt nog een eindje weg. Ja. Gaat ze extra de best doen, ook voor de middelbare school. Niet blijven zitten. Ja. Ja. Ja, ik wil jou vragen of je een stukje wil voorlezen uit je nieuwe boek. Ja. Je hebt zelf een fragmentje geselecteerd. Ik heb je gevraagd om iets te zoeken wat aansluit bij het thema van vanavond, beeldvorming. Ja, precies. Kijk, wij zeggen, het boek verschijnt 23 maart, dus ik heb het nog niet als boek. Dus ik moet het even van de computer voorlezen. En ik heb dit stukje uitgekozen als het gaat over beeldvorming. Dan zeggen mensen vaak, ja, mensen met autisme reageren zo raar. Mm-hmm. Of ze begrijpen de dingen niet goed. Maar heel vaak komt dat omdat wij niet helder zijn. Niet helder zijn of rare opdrachten geven. Eigenlijk zijn wij degene die soms heel erg raar zijn. Ja, en daar wil ik een stukje over voorlezen. Graag. Logisch. Wat een zalige nazomerdag, precies zoals je hoopt dat de dagen eind september zijn. Knisperend fris in de ochtend, loom en lui midden op de dag. Als mijn oudste uit school komt op haar slippers, zie ik dat haar voeten pikzwart zijn. Ga jij eerst maar eens even je voeten schrobben, zeg ik tegen haar. En ik voorkom nog net dat ze met haar zwarte voeten languit op de bank ploft. Heerlijk, zo'n school aan de rand van het bos. Maar ik begrijp opeens ook waarom iedereen daarbinnen verplicht pantoffels draagt. Ik red erin het rond om mijn spullen bij elkaar te zoeken om te gaan werken. Mijn man heeft dienst, zo noemen we dat, wanneer een van ons de zorg voor de kinderen heeft. Dus ik doe iedereen een groot plezier als ik me zo snel mogelijk onzichtbaar maak. Eén kapitein op het schip werkt in ons gezin het best. Terwijl ik mijn tas sta in te pakken, zie ik vanuit een ooghoek mijn kind fanatiek met een afwasborstel in de weer in een poging haar voeten schoon te krijgen. Ik snap er niks van. Wat ben jij nou aan het doen? Dat is toch niet normaal? Valt mijn man tegen haar uit. Verbolgen kijkt ze hem aan. Dat moest van mama hoor. Dat lijkt me sterk. Huppatee, naar de badkamer, ga daar je voeten wassen. Zuchtend sjokt ze naar boven. Ik doe het ook nooit goed. Een tikje verrast over deze bizarre scène, laat ik de puinhoop achter me en verlaat het huis. In de auto laat ik alles nog eens door mijn gedachten gaan. Opeens begrijp ik het. Ik zei, voeten schrobben. En zij heeft toen gedacht, hoe moet ik nou mijn voeten schrobben? Nou, met de afwasborstel dan maar. Logisch toch? Ja. Heel herkenbaar, denk ik, voor velen. Mm-hmm. Er zijn veel van dit soort voorbeeldjes, denk ik, in de dagelijkse praktijk. Ik heb nog misschien een laatste vraag, want ik zie dat een aantal vragen binnenkomen, ook via de chat. Mm-hmm. Werkt het schrijven van verhalen? Werkt dat voor jezelf of werkt dat ook voor anderen? Krijg jij reacties terug? Ja. Ik schrijf dit niet voor ouders, niet primair, want die zitten er middenin en die snappen het en die begrijpen wat er gebeurt. Wat wel heel fijn is, is dat ouders zich daarmee, tenminste dat schrijven ze me en dat laten ze me weten bij lezingen, heel erg gezien en gehoord voelen. Hm. Maar wat ik nog veel belangrijker vind, is ik schrijf vooral eigenlijk voor familie, buren, onderwijs, hulpverleners, om die een idee te geven van waar ouders dagelijks mee bezig zijn en hoe ze het mogelijk maken, hoe ze voorwaarden scheppen. En dat is, ik was vandaag gaf ik een lezing op een congres vol met consultatiebureau mensen, logopedisten enzovoort. En dan is het wel heel bijzonder dat mensen naar me toe komen en zeggen, nou weet ik weer waar ik het voor doe. Of die zeggen, dankjewel. Volgende keer denk ik ook aan de ouders en niet alleen aan het kind. Ja, en in je eigen directe omgeving? Ja, dat was ook toen IJskastmoeder verscheen. Dat was wel heel bijzonder. Dat ik merkte dat er ook wel met meer compassie naar ons gekeken werd. Mm. En dat mensen gingen zeggen, sorry dat ik op dat feestje zei dat je er
niks van ziet. Of kan ik iets voor jullie doen? En ja. Als je het moet samenvatten, het helpt, hè, we hebben het over voordelen, we hebben het over beeldvorming. Helpt open zijn? Ik geloof in de kracht van verhalen vertellen. Ja. Ja. Voorbeelden, alledaagse voorbeelden. Ja. Dichtbij. Dagelijkse dingen. Hm. Ja, daar geloof ik heel erg in. Vooral ook om duidelijk te maken, zoveel mensen met autisme, zoveel verschillende verhalen. Er bestaat niet maar één beeld. Het is, ja. Ik moet even reageren op een stukje wat ik voorbij zie komen in de chat. Nou, en je krijgt een compliment. Leuk stukje, Janneke. Dus dat sowieso. Dankjewel. En iemand die net ingelogd heeft zegt van, ik ben hier net 5 minuten. Wat is nou eigenlijk autisme in 2 zinnen? Dat kan ik niet zeggen. Ja, nee, als het echt in 2 zinnen moet, dan sta ik nog steeds met mijn mond vol tanden. Ja. Ja. En daar zit ook het probleem. Ja. Want dat is voor iedereen anders. Ja. Ja. Oké, dankjewel, Janneke. We zijn aan het eind gekomen van onze uitzending. Nou, ik hoop dat wij ook een heel klein beetje hebben bijgedragen aan die beeldvorming rond autisme. Dat doen we, althans, dat proberen we iedere uitzending weer opnieuw te doen. Bedankt voor het kijken, bedankt ook voor het reageren. We zien u graag terug bij onze volgende uitzending. Tot ziens.